Ons verhaal is gestart met het terugbrengen van het historische bier van Antwerpen, het zeefbier. Dat gaat terug tot begin 1600 en dat is rond de Eerste Wereldoorlog verdwenen. Ik werkte al verschillende jaren in brouwerijen en als hobby ben ik toen op zoek gegaan, uit passie voor Antwerpen en van bier, naar het originele recept. Na 3 jaar hebben we het oorspronkelijke recept teruggevonden en met de hulp van de Universiteit van Leuven voor de eerste keer in 100 jaar het bier van onze voorouders teruggebrouwen. En we vonden het zo lekker dat we zeiden, dit moet gewoon teruggebracht worden. Maar onze eigenlijke droom was Antwerpen terug zijn eigen lokale, volledig onafhankelijke brouwerij te kunnen geven. Wat dat voor ons heel belangrijk was bij de start van ons verhaal, is eigenlijk financiering. En we wouden echt wel onafhankelijk blijven en zo zijn we eigenlijk bij PNV terechtgekomen. En hebben wij die prachtige brouwzaal achter ons kunnen verwezenlijken. Ik ben Johan van Dijk en samen met mijn vrouw Karen zijn we de oprichters van de Antwerpse Brouwcompagnie. Een brouwerij is natuurlijk niet zonder een heel goed team. Onze collega Dries is ook een van de brouwers hier in de brouwerij. Die heeft ook heel veel ervaring bij verschillende brouwerijen. Zelfs zover internationaal dat toen we hem recruteerden hij in een craftbierbrouwerij in Hongkong aan het werk was. We hebben heel veel ingrediënten, van graan tot hop tot alle mogelijke andere dingen. Maar voor ons is tijd ook zeker een ingrediënt dat we gebruiken. En onze bieren gaan gemiddeld 7, 8, 9 weken nodig hebben om helemaal op smaak te komen. Dus sinds de opstart hebben wij met zeefbier 7 keer goud gewonnen op de meest internationale bierwedstrijden. Wat echt wel een bevestiging is, 1, voor het product aan zich en ook voor de tijd en kwaliteit dat wij in ons bier steken. Want kwaliteit, dat is bij ons echt nummer 1. Je ziet hier achter ons ook een mooie brouwzaal staan. Dat is een Duitse brouwzaal. Dat is een hele grote investering waar de bank en PNV mee hebben voor geleend. Wat dat voor ons heel belangrijk was bij de start, is eigenlijk kapitaal. En er zijn verschillende manieren om aan geld te geraken. Eén daarvan is investeerders aan boord nemen, maar voor ons was het onafhankelijk zijn echt cruciaal. En dan zijn we naar de bank gegaan voor een lening. Maar zij zijn ook met de vraag gekomen van wij geloven daarin, maar er bestaat ook zoiets als een cofinanciering die je bij PNV kan halen. Dus samen met PNV en eigenlijk dankzij PNV hebben wij die banklening gekregen en staat die prachtige brouwzaal nu achter ons en kunnen wij nog altijd onafhankelijk blijven. Naast onafhankelijk zijn vinden wij ecologie ook heel belangrijk. Wij gebruiken uitsluitend groene stroom hier bij ons. Onze draf, dus dat is eigenlijk een bijproduct van het bier dat wij maken, daar komen allemaal graantjes uit, geven die eigenlijk weg aan een melkveebedrijf in Koningshoek die daar eigenlijk zijn melkvee mee voedert. Ondertussen hebben wij 8 bieren, waarvan 5 op fles. En alle 5 hebben die internationale wedstrijden gewonnen. Dat heeft er ook toe geleid dat wij ook in de retail zitten. Bij Carrefour, bij De Leize, bij de Albert Heijn. In Frankrijk bij Intermarché. En dat wij ook al wat export doen, dankzij die medailles. In Japan, een beetje in Amerika, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika. Dat zijn allemaal geen megavolumes, maar dat is echt wel super tof. Als je zo op Twitter of op Instagram mensen in Japan zo ziet doen met je bier, dat is echt wel bangelijk. Het is sowieso een enorm avontuur. Voor sommigen lezen het als een jongensboek. Als je er middenin zit, is dat ook soms het geval. Soms zit het moment in een thriller, soms ook een love story, want ik doe het samen met mijn vrouw. Maar het blijft een heel groot avontuur. En nog steeds als ik 's ochtends binnenkom en al die ketels zie, de brouwerij is nog stil en we starten ze op, dat blijft altijd een kippenvelmoment.